Welkom dames en heren, hier op mijn YouTube kanaal. Mijn naam is Gaming Cobra en vandaag gaan we huisdieren van YouTubers proberen te raden. Nou, dan hebben we hier al een hondje. Trouwens, mijn cam doet het weer. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Alleen, zoals jullie zien zit ik wel ergens anders. Ik zit niet meer op mijn standaard plekje. Want zoals jullie weten is mijn pc, doet het niet meer, dus zit ik op een ander pc. Ik heb mijn webcam aangesloten, ik heb mijn mic aangesloten. Dus ik hoop dat het geluid en de cam goed zijn ingesteld. Dus laten we gewoon lekker beginnen. Van wie is dit schattige hondje? Deze is van Dionne. Bij welk YouTuber wordt deze fluffy kat? Oh. Dit is een moeilijke. Deze weet ik namelijk echt niet. Ik denk bij de ouders van. Ah, kijk deze nou. Maar ik weet niet van wie die is. Dit even te denken, kijken, een beetje naar die kleuren en zo. Ik denk Nicky Tutorials dan. Dat echt niet weten. Ik hou me niet zo bezig met de dieren van YouTubers. Maar ik ben wel benieuwd hoeveel jullie er goed kunnen hebben. En kijken hoeveel ik er goed heb. Tenminste, het meeste is raden, behalve dan die van Dionne. Want het is een beetje een probleem. Bij sommige YouTubers zie je die dieren zeg maar heel vaak in beeld. En als je dat heel vaak ziet, dan weet je bij wie die hoort. Het probleem is, ik volg niet iedereen. Dus ik weet ook niet van wie iedereen die hond of kat is of welk huisdier dan ook. Als ik hiernaar kijk bijvoorbeeld, ik weet echt niet van wie die is. Ik weet het echt niet. Ik denk Teske. Ah, kijk deze nou man. Deze is wel schattig. Maar ik weet niet bij wie die hoort. Dus het is gewoon serieus raden bij mij. Bibi? Nou, kijk hoeveel ik er goed heb. Ga ik nou weer heen. Hallo? Wat is dit? Hallo? Ik zei, ik wil kijken hoeveel ik er goed heb. Nog even oefenen. Ja, dat vraag ik niet. Ik wil de resultaten zien. Ik mag gewoon niet kijken. Oh, kijk, bekijkvragen. Hallo, bekijkvragen. Dit zijn mijn antwoorden. Dat vraag ik niet. Hè? Dit is een beetje heel apart. Je weet ze echt bijna allemaal. Nog even oefenen. Ik weet ze bijna allemaal. Ja, leuk, maar ik wil weten welke ik dan allemaal fout had. Ik zou het dus niet weten. Oké. Dan gaan we nog even snel op zoek naar een nieuwe test. Nou, kom op nou man. Een test, kom. Anders moet ik toch even kijken. Oké, wacht. Ik ga het even opzoeken, wacht. Gewoon. Oké, raad de YouTubers. Alle test. En dan gaan we naar algemene test. En dan YouTube quiz. Kijk, dit is leuk. Wie heeft
2 miljoen abonnees en vlogt. Dat is Enzo Knol. Kijk, dit is gewoon een leuke testje. Het heeft 2 leden. En ze maken game video, vooral Fortnite. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik denk NL Gamers. Hebben Feed Awards gewonnen voor de beste familievlogger. Oh, dat weet ik dus niet. Oeps. Deze weet ik niet. Ik raad maar gewoon. Het is een kinderkanaal, maar ze hebben ook familiekanaal. Ja, zie je, ik denk toch dat ik het goed had, maar bij deze weet ik het dus niet. Ik denk die dan. Heet een strijd met andere kanalen en heeft daar een liedje over gemaakt. E-series. Hij gaat boksen tegen Snap King. Oh, deze is lastig. Is dat Harm? Ik weet het niet zeker, weet je wel. Hij heeft een boksgevecht gewonnen tegen... ook deze weet ik dus niet. Zijn genomineerd voor de Feed Awards voor de beste nieuwkomers en zijn en ze bestaan uit 2 ouders en 2 kinderen. Weet ik het. Een kinderkanaal is een jongen en heeft blond haar. Ik zou niet weten. Die? Deze eigen kanaal reageert vaak op video's en heeft 2 diss tracks gemaakt. Mina Knol. Ik heb er wel 6, goed. Dit was inderdaad Enzo Knol. Nou, dat wisten we allemaal wel. Dit was NL Games inderdaad. Deze had ik dus ook goed. Had ik niet verwacht, want ik ken ze niet. Oh, dat is Drieling Camps. Oh, echt? Is dat PewDiePie? Ik wist dat PewDiePie ook in strijd was tegen andere kanalen. Ik wist het wel van T-series. Maar ik wist het niet van PewDiePie. Maar blijkbaar... Hey, was inderdaad goed, Harm. Nessim. Ja, ik zat nog te twijfelen. Ik weet het namelijk niet allemaal zeker, weet je wel. Ik probeer maar... Sommige dingen probeer ik echt maar te raden, weet je wel. Deze klopt inderdaad en die klopt ook. En deze was inderdaad Mila Knol. Nou, deze vraag hebben we dan weer lekker goed beantwoord. Op sommige na dan. Maar ja, dat blijf je altijd wel houden, hè. Je kan niet alles, goed doen. Nu. 10 vragen die gaan over YouTubers. Maar is dat niet een beetje wat we de hele tijd al doen? Oh, dit gaat over YouTube. Oké. Is YouTube in 2018 gemaakt? In 2008? Volgens mij niet. Volgens mij was het... Eerder? Ja, ik denk waar dan. Houdt Dylan Hagens fantastisch? Ik zou het niet weten, ik denk het niet. Heeft Bo en Altijd Games een eigen kanaal? Heeft Bo
Ja, volgens mij wel. Marleen Rutten is een YouTube-kanaal. Ik zou het niet weten. Volgens mij is dat wel waar. Volgens mij dat ook. Dit is tegenwoordig niet meer waar. Dat kan ik wel vertellen. Maar ik weet dus niet van wanneer is deze? Dat kan ik dus niet zien. Dat weet ik dus niet. En maar trouwens, nee. Het was ten alle tijde 7 uur volgens mij. En om 6 uur kwam een vlog. Giovanni heeft een vriendin, volgens mij wel. Heeft Beautiness 500 video's. Ja, ik weet dus niet van wanneer dit is. Maar volgens mij hebben ze er nu wel meer dan 500. Volgens mij niet. Ik weet het echt niet. Ik heb er wel 5, goed. Dan ben ik benieuwd welke vragen ik goed heb. Want bij deze wist ik het dus echt niet. Hé, waar zijn mijn vragen? Hé, hey, dit is gemeen, man. Nou weet ik niet eens welke vraag ik goed heb. Nou, dan gaan we er nog één doen. Maar ik moet wel kijken nu naar eentje waar ik wel de vragen kan zien. Weet je wel, de antwoorden daarna. Wat is dit? Volgens mij is dit links een vogeltje. Is Coco. Linktijger. Welke YouTuber houdt van paprika's? Calvin. Welke YouTuber begint altijd met hey mensen? Dat is Joost. Wie zegt altijd die verdomme? Volgens mij is dat Ronald, toch? Volgens mij wel. Welke YouTuber draagt altijd een bandana? Dat is Jeremy. Welke YouTuber woont in Antwerpen? Dat is tegenwoordig YouTuber. Ja. Welke YouTuber heeft er 2 miljoen abonnees? Enzo Knol. Welke YouTuber heeft tattoos en vaak geverfd haar? Onody. Welke YouTuber speelt al lang Sims in een serie? Oh, deze is wel moeilijk. Wacht, trouwens niet, Gio. Ik bedoel, als je de rest weet dat ze dat niet doen, dan weet je degene die het wel doet. Welke YouTubers zijn broers? Linktijger Don, Enzo en Milan. Ik heb er 8 goed. Dan wil ik weten welke ik fout heb. Die heb ik sowieso goed. Die heb ik ook goed. Maar, niet lullig bedoeld, maar Joost speelt spellen begint nu ook tegenwoordig zo. Oh nee, hij heeft natuurlijk, Joost speelt spellen is nu hey video mensen. Ja, oké. Okay. Ja, maar ik kijk geen Dylan Hagens. Dat is een beetje het probleem. Ah, dit was inderdaad Ronald, Jeremy. Dit is inderdaad YouTuber. Nou, Knol, Onody, Gio. Wat? Oh, zijn geen broers. Oh. Ik was het verkeerd. Ik dacht dat er stond wel broers. Ja, ik zat al te kijken. Ik denk, dat klopt iets niet, man. Oké, dit was heel slecht.
Ik zat aan het kijken. Ik denk, huh? Zijn die broers? Oh, deze was echt heel erg. Oké, we gaan er nog eentje doen en dan gaan we stoppen. Dus David Games gaat trouwen met... Weet ik veel. Gaat hij trouwen? Volgens mij niet. De vriendin van Ronald is Lotte. Volgens mij wel. En ze uploadt elke dag 3 video's. Fout. Tegenwoordig is het nog maar 1. Daarvoor waren het er 2. Mila Knol is eigenaar van E-Game Drop. Fout? Volgens mij niet. Mijntopia was eerst alleen voor YouTubers. Dat is volgens mij wel waar. Mila Knol is 24. Nee, want Mila Knol is ouder dan Enzo Knol. Enzo heeft geen opa. Heeft geen opa en oma in Assen. De vriendin van Thomas is... Kersley? Ja, weet ik veel. Ik denk waar dan? Dit zijn er trouwens wel veel, man. Van vragen. Timas is erg door 3 strikes. Ik zou niet weten waar. Ik weet niet eens wat er precies staat, maar goed. Cool Life is een familiekanaal met een drieling. Ik zou niet weten. Zal het waar zijn? Ik denk het. Is zwanger en upload de zwangerschapvlogs. Ik zou het niet weten. Ik ken die hele persoon niet. Enze Knol is de grootste Nederlandse YouTuber. Op dit moment volgens mij wel. Harm is een broekie. Dat is waar. In de squad zitten Harm, Joost, Link en Jeremy. Volgens mij wel. Ik zou het niet weten. Het gaat tot en met vraag 30. Oh. Ik weet niet waar dat op sloeg, maar waar. Heb je veel kleine YouTubers? Jazeker. Waar ik één van ben. Pauline van de Bos heeft een auto-ongeluk gehad. Ik zou het niet weten, volgens mij niet. Hij misleidt je wel trouwens met die foto, maar volgens mij was dat niet waar. Volgens mij was dat in een spel of zo, of weet ik veel. Ik ging ze kijken, maar het was volgens mij niet waar. Ja, ik kijk nooit die YouTubers, dat is het probleem. Maar volgens mij was het niet waar. Is de familiekanaal. Ik zou het niet weten, volgens mij niet. Ja, ik kijk die mensen nooit. Gio, zijn YouTube kanaal heet Gameplay World XL. Ik denk dat het waar is. Mila Knol upload veel op Dit is Milan. Nee, tegenwoordig upload hij daar helemaal niks meer. Het gamedom leeft weer. Volgens mij wel. NL Games Minecraft heeft 2 YouTube kanalen. Volgens mij ook. Maakt veel muziek. Video's. Ik zou niet weten wie dit is. Maar ik denk dan waar. Ik weet het niet. Wouter upload plot van de kijkers. Doet Wouter dat? Even denken hoor. Plot van de kijkers. Volgens mij niet. Ja, hebt een vlogger en een gaming op YouTube.
Wat is dit voor een taal, mensen? Ja, heeft een vlogger en een gamer op YouTube. Ik zou het niet weten waar. Met YouTube kan je geld verdienen, dat is zeker waar. Dus David, zijn werk is YouTube. Zeker waar. Op YouTube kan je livestreamen. Dat is ook zeker waar. Op YouTube mag je alles zetten wat je wilt. Dat is niet waar. Dit is de laatste stelling. Dat is waar. Ik weet 65% weet ik van YouTube. Ik heb er 22 goed van de 30. Ik zie alleen nergens mijn antwoorden. Dat is weer jammer. Maar goed, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken van deze video. Vond je het nou een leuke video? Doe dan eventjes dat duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Doe dat dan eventjes hier beneden. En dan zeg ik tot de volgende video. Laters.